Hoi iedereen, ik ben Eline van Eline94 en ik heb vandaag dan eindelijk een adventkalender video voor jullie. Waarschijnlijk wordt het dit jaar qua unboxing minder dan 2-3 jaar. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik heb die toen nog op mijn oude locatie. Oude locatie. Geheime locatie. Opgenomen. En vorig jaar heb ik met kerst gewoon de adventkalenders van de haarproducten van Balea. En volgens mij van de Primark van die Disney ballen gedaan. Ik heb voor dit jaar in ieder geval ook weer een adventkalender die ik met kerst ga doen. Gewoon op het moment zelf. Mocht je nou heel graag willen weten hoe die adventkalender eruit ziet. Check even de video van Vrouwkje. Links in de beschrijving. Dan heb ik het over de Balea adventkalender. Die ga ik voor kerst bewaren. Vrouwke heeft er een hele leuke video van gemaakt. Ik weet nog niet of ik nog andere adventkalenders ga doen. Zeg maar in deze periode. Of met kerst zelf wil ik wel gaan doen. Maar welke ik nu wel ga doen is... Waarom heeft deze geen gaatje waar het handvat zit? Dat is een beetje idioot. Ik ga vandaag deze Alverde adventkalender unboxen. Oké. Deze... Oh mooi, de lamp schijnt hierin. Het is vandaag weer zo'n donkergrauwe dag. Echt weer voor een adventkalender. En ik geef wel even alle credits aan Vrouwkje bij deze. Wederom, link van Vrouwkjes kanaal staat in de beschrijving. Lieve, lieve, lieve Vrouwkje heeft voor mij deze adventkalenders opgehaald in Duitsland. Ikzelf, misschien weten sommigen van jullie het wel, misschien niet. Ikzelf beschik niet over een auto. Ik heb ze laatst opgehaald bij Vrouwkje. En dat was echt superleuk. Het was de eerste keer dat ik Vrouwkje zag in real, zeg maar. Er komt binnenkort wel een keer een video met Vrouwk aan. Deze video is een beetje speciaal voor trouwe kijker van Vrouwkje Irene. Want die wil heel graag deze Alverde adventkalender zien. Dus alsjeblieft Irene, bij deze de Alverde adventkalender. Oké, Alverde is een natuurlijk merk wat ze verkopen bij DM. Ik vind echt wel dat ze een hele goede producten hebben. Vrouwkje heeft deze kalender van mij dus gehaald. Maar ik wil je natuurlijk ook gewoon vertellen hoe duur die was. Dus dat ga ik even opzoeken. Deze adventkalender was 19,95, dus ongeveer 20 euro. Wat ik op zich best wel een prima prijsje vind voor een budgetmerk. Adventkalender is het ook nog natuurlijk. Volgens mij is die van Essence sowieso een stuk duur. Volgens mij is het al echt van 25 of 30 euro. Dus, maar dan heb je ook een make-up. Maar in ieder geval, 20 euro voor deze adventkalender dus. Ik ga vakje 1 zoeken. Ik ga het lekker op volgorde doen. 1 is hier. 1 is de deur. Hoe schattig. Kijk dan. Ik weet niet of je het kunnen zien, maar hier is een deur van zijn huis. En dit is dus vakje 1. Ik weet even niet zo goed hoe ik moet binnendringen in dit huis. Oké, ik ga het even zo doen. Goedie. Oeh, pleegdouche. Een douchegel met biologische kurkuma geur. En kijk hoe schattig deze. Echt heel kerstig. Ik heb dus geen idee hoe kurkuma ruikt, maar deze ruikt echt super lekker. Een beetje naar koekjes. Dat kan niet zijn dat dat kurkuma is. Maar oké, ik vind het prima. Eerste is top. Pakje 2. Pakje 2 is de tweede van linksboven. Oeh. Oh wacht, er staat ook iets aan de binnenkant. Oh nee, hier niet. Hier staat aan de binnenkant zo'n kerstbal. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. En bij die tweede staat iets over het product aan de binnenkant. Dit vind ik altijd wel leuk. Dit heeft Balea ook heel vaak. Maar dit is een beauty oil. Een 3-in-1 beauty oil met bio-argan oil. En volgens mij is dit gewoon een reinigingsolie voor je gezicht. Ik ga even kijken wat hier op de binnenkant staat. Oh, je kan hem voor je gezicht, lichaam en haar gebruiken. Super chill. Dat is dus een 3-in-1. Oh cool, het is gewoon een soort argan olie. Heel leuk. Komt altijd wel van pas. Wel grappig, want het zijn echt dezelfde soort verpakkingjes als die van Balea. Dan zie ik wel dat volgens mij is het ook hetzelfde moederbedrijf, zeg maar. Maar dat vind ik dan leuk, want dit is dan natuurlijk. En nou is Balea steeds tegenwoordig ook meer vegan en zo, maar niet per se volgens mij helemaal natuurlijk. Waar is pakje 3? Links, rechts onderin. Niet links, rechts. Oh. Ja, dit vind ik sowieso leuk. Al zijn het wel dingen die vaak blijven liggen, omdat ik zelf geen bad heb. Maar dit is volgens mij badzout. Ja, met zeezout. Oh, en kijk hoe schattig dit roodborstje is. Maar mijn ouders hebben wel... Oh, dit is echt zout. Echt van dat spul wat je normaal zo'n hele grote bus. Het is niet zo grof. Het is gewoon echt heel fijn zout. Het zijn niet van die soort zoutkristallen. Het is echt gewoon ja, zeezout. Zoals je ook... Zoals je ook zeezout hebt om over je eten te spoilen. Is ook zeezout, toch? Himalaya zout, zeezout en gewoon keukenzout. Correct me if I'm wrong. Super lachen. Wat? Super leuk. 4. Oh, ik ben echt enthousiast tot nu toe. Een body lotion met gember.
bio-ingwer. Yes. Oh, dit doet me denken aan... Het is echt heel fris. Oh, dit vind ik leuk. Want ik zag dus bij Kruidvat en de andere drogisterijen... Dat ze van volgens mij Nivea... Moet ik even opzoeken. Hebben ze nou een biologische, natuurlijke, weet ik veel wat... douchegel ook in met gember. En die rook echt super lekker. En deze lijkt me heel leuk in combinatie daarmee. Ik hou er af en toe een beetje van dat pit, dat spicy. Lekker verkwikkend ook. Wat is een subtiel? Ik denk een tubetje of zo. Oh, hallo. Oh jee, jij gaat naar de verkeerde kant open. Oh, dit is wel een tube, maar niet wat ik dacht, denk ik. reinigingsbalsem met biologische amandelolie en aloe vera. Oh, ik ben heel benieuwd, want volgens mij is dit dus een soort face wash, maar dan een balsem. En ik vind de face wash van Balea uit de adventkalender, die vind ik iedere keer niet zo heel fijn. Daar was ik iedere keer mijn kwasten mee. Omdat ik het idee heb dat dat een beetje chemisch bellenblaasachtig is. Klinkt heel raar, maar ik ben dus heel erg benieuwd hoe deze gaat zijn. Nu is het spoiler alert. Komend jaar wil ik een lowboy project gaan starten. Dingen opmaken. Eigenlijk wil ik komend jaar weer heel veel projectpens gaan. Daar komt het een beetje op neer. Maar ik vind van mezelf dat ik geen nieuwe face wash mag kopen. Want ik heb echt nog heel veel face washes. Dus het komt mooi uit met die adventkalender. Zodat ik dan toch dingen kan uittesten. Zes. Dat was linksboven. Jullie zien het niet. Dat is wel jammer. Maar ik heb hier niet echt iets dat ik hem zo kan neerzetten. Want ik moet hem de hele tijd zo houden. Ik heb geen idee waar dit is. Oh! Dit vind ik leuk. Gemuse. Gemuse, wat was dat weer? Gemuse. Ja, waarschijnlijk leg ik de link helemaal niet meer op. Maar ik ken het woord wel. Gemuse. Lang leven Google Translate. Groente. Wel, ik zat nog te denken, is dat niet groente? Maar wel dus. Dit vind ik echt heel leuk. Ik heb dus, dit is zo'n groentezakje. En die kan je op 30 graden wassen. Is ook handig om te weten. Want ik heb dus... Oh, maar dit is heel fijn materiaal. Oh my god. Ik doe dus heel vaak mijn boodschappen bij Jan Linders, Altijd en Jumbo. Ik ben gewoon een Jan Linders fangirl. Omdat ik daar heb gewerkt. Het is gewoon zo'n... Het is echt een familie. Jan Linders is een supermarkt vooral in het zuiden van het land. Brabant en Limburg. Dat is het ongeveer in mijn hoofd het zuiden. Sorry Zeeland. Sorry. En daar heb ik twee van die groentezakjes gekocht. Toen waren die voor een aantal punten die je kan sparen gratis. Maar volgens mij zijn er normaal voor twee stuks 2 euro. En volgens mij is bij Albert Heijn koop je ook per stuk. En volgens mij hebben die ook nog broodspeciaal dingen. Dat is echt zo'n best wel grof zakje. En deze is echt super fijn. Ik vind het ook echt leuk dat je die op 30 graden kan wassen. Die andere durf ik namelijk niet zo goed uit te wassen. Maar dan zat ik wel even nadenken van hoe ga je dat dan doen? Misschien een keer met een handwasje of zo. Maar ja, dit is niet chill voor op camera. Oh, hier ben ik zo blij mee. Nee, maar dit vind ik ook echt leuk dat dit... Ik blijkt heel erg geacteerd dit. Ik weet het, maar ik kan niet acteren, geloof mij. Ik vind het echt heel leuk dat ze dit hebben gedaan. Want dit is wel zoiets wat ik eigenlijk heel leuk vind om te gebruiken. En om te hebben. En ik wil het ook echt meer hebben. Maar ik vind het zo duur. Dat ik denk, ja, dan pak maar weer een zakje. Dan denken we er nog wel over na. Nee, dit vind ik echt leuk. Ik ben tot nu toe... Ik zit gewoon op dag 6 van de 24, geloof ik. En ik heb nog geen enkel product gehad waarvan ik denk, nou, dit had niet gehoord van mij. Op naar 7. Ik ben echt super enthousiast. Wow. Waar is 7? Hier is 7. Het is een vrij lang, smal, niet super smal, geen nagelvel of zo. Oh, weer een tubetje. Hier zit niks aan de binnenkant. Het andere staat dus ook dat je het kan wassen. Oh, en dat zakje is van pet gemaakt. Dus van, volgens mij van petfles ook. Dit is een 24 uur vruchtigheidscreme met biologische kokosolie. Vind ik ook leuk, want ik gebruik niet zo snel nachtcreme. En dan gebruik ik vaak zo'n 24 uur crème voor. Leuk. En kokosolie is ook echt super handig, want ik heb een vrij droge huid. En olie wordt mijn huidje altijd heel blij van. Niet alle olie en ook niet te veel, want dan krijg ik in één keer boom. Mega explosie op mijn huid. Maar één olie is wel lekker zo. Ik heb nou echt trouwens ook echt super droge huid. 8. Ik heb er niet echt super hoog uit dat ik me verder aanhaal, maar zo af en toe heb ik van die buien van wel. Maar mijn huid kan ook heel snel weer heel vet worden. 8. Die ligt op zijn kop. Dat wordt spannend. Kijk dan hoe leuk. Die ligt gewoon op zijn kopje. Het is een crème douche. Oh, met biologische passum. Pastiebloesem. Oh my god. Ik vind het echt heel lekker. Ik ben zo enthousiast. Ik word echt blij van.
Op naar 9. Een handcreme. Nou, met de coronaperiode kan het echt geen kwaad om een handcremes te hebben. Ik heb natuurlijk begin van het jaar, ik weet niet of ik het heb geüpload, heb ik een hele hoop handcremes weggegeven omdat ik dacht ik ga het niet gebruiken. Nu denk ik, en ik vind dit soort handcremes wel altijd heel fijn. Ik ga hem even ruiken. Dit is met curry theeboter. En ik heb nu een handcreme van Balea. En die vind ik eigenlijk iets te... Deze is wat dikker, curry theeboter. Die vind ik eigenlijk iets te veel dat er van alles meteen uitbloept, zeg maar. Oh. Oeh, hij ruikt ook een beetje citrusachtig. Oeh, heel lekker. Zo, ik ben helemaal niet enthousiast. Zo lijkt het alleen maar zo. Van de ene kant wil ik een beetje vlot doorheen gaan, omdat ik weet dat dit niet zo makkelijk is om te editen. Maar van de andere kant wil ik ook niet te snel. Oh my god. Oké, dit vind ik... Niet 100 keer omdraaien, gewoon eruit. Dit vind ik leuk. Dit is een oogcreme. Nou ben ik niet iemand die snel oogcremes gebruikt. Dus dan is het altijd wel leuk. Zit ook niet in zo'n raar rolding. Het is gewoon een crème zoals een dagcreme. In een tubetje. Maar dit is met hyaluron. Ik hou van hyaluronzuur. Dus hyaluron is top. En ook eerst gehad een groot bosje. Kijk, dit is toch gewoon een cadeautje. Ik word hier zo blij van. Zit er gewoon al over de... Nee, we zitten nog niet op de helft, Aline. Laat maar. En dan wil ik automatisch naar 12 gaan, waar dat dan weer de helft is. Waar is 11? Waar is 11? Dag. Gezichtsvlekenöl met amandelolie. Dus verzorgende gezichtsolie met amandelolie. En dit is... Dankjewel. Op je gereinigde, nog licht bevochtigde gezicht. Heel raar dit. Die Duitsers. Oké, hij moet dus onder je dag- of nachtcreme en na je cleanse methode. Maar je gezicht mag nog wel vochtig zijn, lichtvochtig. Dat woord hebben we niet echt in het Nederlands, hè? Lichtvochtig? Ik weet het niet. Zo, maar dit is echt een goede aankoop, deze. 12. Oh my god. Oké, dit vind ik leuk. Want dit is een... Ja, dit zijn van die kleine dingen, net zo'n zakje. Dit is een uitwasbaar watje. En dan heb ik laatst een hele zak gekocht met uitwasbare watjes. Ja, oprecht. Ik weet dat Vrouwtje gewoon al heel lang naar dat soort dingen op zoek is. En ik zit zelfs te denken om misschien een aantal voor haar... Hi, Frauk. Om een aantal voor haar gewoon om het uit te proberen. Van die andere. En nu dat ik deze krijg, wil ik eigenlijk deze ook uitproberen. Dus nou geef ik me wel de doorslag. Oh, ruikt trouwens wel lekker. Denk gewoon dat ik daar daarnaast zit. Maar dit is een... Deze kan ook uit... Deze is ook uitwasbaar, logisch. Maar echt super chill. En dan denk ik, ja, ik wil deze gewoon uittesten. En ik heb echt nog genoeg watjes. Dus ik wil... Ik kan niet wachten om te voelen. Oh, deze is ook wel echt lekker zacht. En hier zit zo'n super schattig, kan je zo. Oh, die vind ik echt leuk. Ja, nee, niet te veel leuk, Eline. Ik vind het echt leuk en ik ga een paar van die andere watjes aan Vrouwtje geven om het uit te proberen. En ja, dat wordt dan wel als ik haar zie. Maar die kunnen gewoon in zo'n soort... Het makkelijkste om die gewoon in zo'n soort waszakje te doen waar je bijvoorbeeld je BH in was. Sommige mensen doen dat. Maar volgens mij kan die ook gewoon bij je kleren normaal in de was. Super handig. Deze vind ik leuk. Ik ben echt blij. 13. Boom. Een body lotion met macadamia olie. Ik hou niet van... Oh, hallo, crème. Ik hou niet van macadamia olie als het gaat... Ik hou niet van macadamia als het gaat om de noot. Om te eten, omdat ik hem zo melerig vind. Maar de geur... Dat is wel lekker. Ik heb alleen al het idee dat er nog meer in zit dan alleen macadamia. Het is best lekker. Maar ik ben ook niet 100% een body lotion fan. Al vind ik wel dat ik daar meer moet gaan gebruiken. Dus leuk. Goedgekeurd. 14. Zit er schuim boven. Dat is makkelijk. Een wasgel. Zacht schuimende. Zacht. Ik weet niet of je echt heel geprekt mee aan zacht, zacht. Zacht schuimende wasgel met aloe vera. En nou zit er niks aan de binnenkant. Hè? Nee, tuurlijk niet. Is dit voor je gezicht? Ik denk het wel, want het zit in een tube. Maar het kan ook gezicht, hals en decolleté.
Ja, dit is ook weer een wasgel. Deze met aloe vera wederom. Dit is een gel, dus ik ben benieuwd of deze... Ruikt wel lekker. Of deze ook, of die, ja, mijn huid daarvoor geschikt is. En anders ga ik deze gewoon voor mijn beauty blender en mijn kwast gebruiken. Maar dat vind ik dan wel weer een beetje zonde. Maar hey, niet te vroeg juichen, niet te vroeg teleurstellen. Op naar 15. Oogmake-up remover. In een tube. Met biologische aloe vera. Ja, dat vind ik dan een beetje eng. Is dit dan een crème? Is dit een gel? Is dit een crème? Oké, dus een soort lotion-achtige oogmake-up. Mijn hoofd zegt dat ik dit dan nog wel moet afspoelen met water of met een normale oogmake-up remover. Maar ik weet niet of mijn hoofd het mis heeft. Dit vind ik een beetje eng. Maar hey, proberen. 16. Dit is 17. Die ziet er ook een beetje eng uit. 16. Oh, ga dan naar het einde toe. Ik vind het helemaal niet leuk. Oh, maar dit vind ik een luxe. Een gezichtsmasker met aloe vera. Maar die zit gewoon in een tube. Normaal krijg je echt zo'n duopak waar je twee keer mee kan doen. Maar dit is wel echt luxe. Ik denk dat het een crème masker is. 10 tot 15 minuten laten zitten. Bladibla. Dit is wel grappig. Hier staat bij voorkeur 1 tot 2 keer per week aanbrengen. Maar ik lees, omdat het Duits er heel erg op lijkt, bederf. Dus als het bedorven is, dat het dan 1 tot 2 keer aangebracht moet worden. Dan staat bij bedorf. Snap je? Ja. Leuk. Leuk, leuk, leuk. Ik zit nu allemaal te kijken naar flesjes en potjes en... dingetjes en losse slangende dingetjes. 17. Die ziet er dus vierkant uit. Dat is op zich wel interessant. Ik had dan meer gedacht dat hier een opgevouwen maskertje in zou zitten. Maar die zit dus... Oeh, waar ben jij? Wat is dit? Is het weer badzout? Oh. Dit is een scrub. Maar met jojobaolie. Maar dit is dus een losse scrub. Dus het is geen... scrub die vasthangt van een bepaalde crème of olie of gel. Het zijn gewoon losse scrubkorreltjes. Douchezout peeling. Heel benieuwd hoe dit dan werkt. Speciale formule combineert peelen en verzorgen in één product. De hoogwaardige receptuur van natuurlijk meerzout. Ah! Zeezout en jojobaolie en... magnolia bloesem extract. Het absorbeert volgens mij je, of het zorgt ervoor dat je huidschilfers dan zeg maar loslaten en je huid verzorgd wordt. Wat ik begrijp. Maar dat is natuurlijk geen ABC-Duits dit. Oké, op naar 18. Ik ben er al bijna. Ik vind het helemaal niet leuk. Ik wil meer. Ik wil dit de hele dag blijven doen. Tot aan kerst. Oh, dat is nog lang. Ah, kijk. Nou, zo'n product waarvan ik denk, knap dat ze het erin doen, maar het is niet per se mijn ding. Maar ik kan hier mijn vriend denk ik wel blij mee maken. Dit is een voetcreme met pepermuntextract. Ja, mijn vriend die heeft af en toe van die droge voeten. En ik vind dat zo'n gedoe, maar ik snap wel dat mensen dit leuk vinden. Ik doe dan snel even zo'n handcreme op, want ik kom er altijd pas achter dat ik last van mijn voeten heb op het moment dat ik mijn sok aan wil doen, weet je wel, zoiets. Leuk, leuk, leuk. Leuk test erin doen, niet per se leuk voor mij. Maar dat maakt niet uit. Want als je kijkt naar hoeveel dingen ik enthousiast ben, dan is eigenlijk dit het eerste waarvan ik denk... 19 alweer. Oh nee, we zijn er gewoon bijna. Nog een handcreme. Kijk. Nu beginnen we een beetje naar aan te vallen. Maar hey, winter, hè. Ik kan meteen tot aan 2022 voor handcreme vooruit. Intensieve handcreme met granaatappel. Oh 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 oh. Ja, ik heb zoveel dingen al aan mijn handen dat ik weer niet eens meer ruik. Dat was die andere intensieve handcreme met karitéboter. Ja, dat is dan toch, ik weet niet, botershanden. Voelt dan toch wat vertrouwelijker of zo. Ik ga 20 zoeken. Ik ben er heel blij mee hoor, daar niet van. Oh, een crème douche met kokosnootolie. Ja, dit vind ik dus heel grappig, want ik vind kokos echt zo'n ding voor in de zomer. Maar deze ruikt toch wel warm of zo. Leuk. 21. Body fluid. Wat is een body fluid? Er staat ook iets aan de binnenkant geschreven van het luikje. Zachte body fluid met bio citrus oil. Oh, volgens mij is het gewoon een body olie-achtig.
Twee keer per dag. Inmasseren met draaiende bewegingen. Ik heb geen idee, maar het is volgens mij gewoon een soort van verzorgende, soort massageolie-achtige bodyolie. Volgens mij is het gewoon een bodyolie. Leuk, ik hou daarvan. Ik vind het ook leuk dat daar een keer in zit. Komt er niet zo heel vaak voor. 22 alweer. Zegt dat goed? Heb ik 20 al gehad? Ja, blijkbaar. Oh, dat was die tweede handcreme. Soft creme met bio-aloe vera. Is dit dan voor je gezicht? Ja, voor gezicht en Huh? Gezicht en lichaam. Met vitamine E en bio-aloe vera. Soft creme. Het zal wel gewoon heel, ook voor gevoelige huidjes heel goed zijn. We gaan naar het ene laatste vakje. 23. Als ik weet waar die zit. Oh ja, bovenaan. Bovenaan in de binnen. 24 is trouwens ook echt mega groot. Oh, wauw. Waarom ziet het allemaal zo luxe uit? Ik had echt verwacht van, dit is gewoon bijna rituals waardig, om het zo te zeggen. Hand... Oh my god, is dit desinfect spray? Handhygiëne spray met biologische sinaasappelolie. Ik hou niet zo van sinaasappel, maar misschien vind ik deze prima. Reinigt de huid tot hand. Zonder... Wat voor zout? Volgens mij is dit, want het ideaal voor onderwerp, volgens mij is het gewoon een desinfect spray. Oh, maar het is een spray, weet je hoe handig? Oh, deze ruikt een beetje naar mijn etherische olie met sinaasappel. Oh, maar dit is echt super chill voor als je... Hebben jullie dat ook, dat bij de supermarkt iedere keer de... Of de rol op is van het papier, of de desinfect spray, of je vindt het raar dat de desinfect spray dan... Er ruikt echt wel hartstikke naar die olie. Maar ik begin eraan te wennen. Of dat die desinfect spray dan dat iedereen daar aan zit en dat je gewoon heel raar vindt. Het is natuurlijk super handig om gewoon je eigen spraytje te hebben. Ik ben hier super blij mee! Dit is ook echt zo'n product wat nu keigoed van pas komt. Nou is desinfectant altijd wel heel handig, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik heb nog nooit in zo'n spray gezien dat je het ook echt zeg maar, ergens bij krijgt of ergens kan kopen. Wel gewoon van die grote... Die ze bijvoorbeeld nu bij de supermarkt hebben staan. Die je bij een psycho misschien of zo kan halen. De laatste jongens. Oké, ik ga het jullie eerst laten zien voordat ik allemaal ga lezen wat dit is. Maar hier komt wat voorinformatie bij. Zowel mijn vriend als ik zijn heel erg dol op bijendingetjes en honing en honingraad en die patroontjes. Kijk wat ik hier zie. Zien jullie dat? Maar dit is gewoon iets in de vorm van een honingraad. Ik wil weten wat het is. Oh, vrolijke kerstdagen van het Alderde team. Waarom kijk ik er niet uit? Ik ben bang dat ik het spreek. Maar kijk dan. Het is toch honingraad iets? Wat is dit? Ik weet niet wat dit is. Dit is van wax. Je moet het met je handen opwarmen. Misschien heb ik iets fout gelegd. Wacht even. Mijn Duits is ook niet zo heel goed. Bijenwas. Wel, het is wel bijenwas. Bij je wasplaat 20 seconden in je handvlakte, je handpalmen. Dit is toch je palm van je hand? Of is dat dit? De binnenkant van je hand opwarmen. Ik weet niet wat dit is. Je moet het ergens opleggen, maar volgens mij kan je hier zelf een kaars van maken of zo. Ik snap er echt helemaal geen hol van. Dus ik ga even Google Trends zetten. Misschien lees ik alweer eens iets verkeerd. Even kijken of Google Translate er iets van kan maken. Maar nu ben ik iets enthousiaster alweer. Ik dacht, heb je weer zo'n handwarm ding? En is iedere keer zo'n klapper. En ik snap het al niet, want ik denk, ja. Nee. Volgens mij moet je hier iets met een lont en zo. En volgens mij kan je wel echt zelf een kaars van maken. Dat vind ik wel echt cool. Oké. Ik heb helemaal niks gezegd over deze adventkalender. Ik weet ook even niet zo goed wat ik er nog van moet zeggen. Ik wil hem wel nog even bewaren, de kalender zelf. Ook al zou je denken, maar ik heb het man. Oprecht is er niks waarvan ik echt zeg dat niet hoeven. Ik was bijna bang dat je zo'n handbreek ding, weet je wel, om je hand op te warmen. Maar oprecht, dat gebruik ik niet. Maar ik vind het echt leuk. Ik vind het ook echt leuk dat er zo'n zakje in zit voor je groenten. Dat er zo'n washandje. Nee, washandje. Zo'n watten dingetje, uitwasbaar watten dingetje in zit. Ik vind dit heel leuk. Gewoon omdat ik het daar niet zo vaak heb gezien, zo'n spray. Mocht je nou echt denken, ja maar Eline, je komt nooit buiten. Laat weten waar jij het ooit hebt gezien, als je het ooit hebt gezien. Verder zijn er gewoon weer een beetje de standaard dingen. Een douchegel, een gezichtscreme. Dat vind ik ook gewoon leuk. Ik bedoel, het zou voor mij ook niet compleet zijn als het dan niet in zou zitten. Wat me wel opvalt,
Daar zit geen shampoo of iets in. Heeft Alverde shampoo? Volgens mij wel. Dat vind ik dan wel een beetje opvallend. Dat je zou zeggen van, oh, misschien bijvoorbeeld een shampoo bar. Nou, weet ik niet of Alverde die heeft, maar volgens mij heeft Alverde wel shampoo. Ik ga even opzoeken. Als ik het zoek, dan krijg ik automatisch shampoo bar te zien. Dus ik weet niet of daar veel gegoogeld wordt. Ja, zie je. Alverde heeft gewoon shampoo. Dus het product zou niet te moeilijk te maken. En ze hebben ook shampoo bars. Dat vind ik dan wel leuk. Dat als ze bijvoorbeeld zoiets er ook in gedaan zouden hebben. Maar volgens mij is dat best prijzig. Maar misschien zo'n klein dingetje. Maar hey, ik heb absoluut niks te klagen. Voor 20 euro is het echt een prima adventkalender. Meer dan prima zelfs. Ik ben echt tevreden. En ik ben echt heel benieuwd naar die kaars. Daar zal ik ook wel in een vlog of in een andere video laten zien of dat lukt. Maar ik ga dat met mijn vriend samen uittesten. En die wil niet al te graag op beeld. Dus ja. Ik ben echt tevreden over deze adventkalender. Nogmaals, dankjewel vrouwtje dat jullie voor mij mee wou nemen. Thank you. Heel blij mee. Dankjewel Irene dat je via vrouwtje hebt gevraagd om een video van deze adventkalender. Tadaa, dan wel via mij. Mocht je nou die van Balea willen zien, check de video van vrouwtje. Al voor de derde keer gezegd. Vrouwtje heeft sowieso veel meer adventkalender video's, dus hou haar kanaal in de gaten. Abonneer op vrouwtje als je nog niet hebt gedaan. Ik zou het ook heel leuk vinden als je op mij abonneert als je dat nog niet hebt gedaan. Dus ja, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en tot ziens. Bye!